Hoi, welkom. Mijn naam is Jill Huibrechts en ik ben internationaal Grand Prix Amazone voor Team NL. Vandaag heb ik de hulp ingeschakeld van Tessa. En wij gaan het in deze video hebben over online bereik. Waarom is het nu zo belangrijk om online bereik te hebben? Voor een merk is het heel belangrijk voor hun naamsbekendheid. Zoals jij ook. Jouw naam is al een merk op zich. En eigenlijk wil je dat jouw naam bekend wordt in de dressuurwereld. Voor de Rabobank wil je dat jouw naam bekend wordt als het gaat om hypotheken. Als iemand een hypotheek wil afnemen, dat ze denken, oh ja, ik moet wel even bij hen informeren. Dat ze recent nog een advertentie hebben gezien. Of dat de buurman op de hoek laatst op LinkedIn nog een super interessant artikel heeft geplaatst over nieuwe wet en regelgeving over hypotheek. En dan denk je wel, oh, ik heb een hypotheek nodig, oh, ik moet ook even bij Pietje langs, want die ken ik toevallig. Dat is eigenlijk wat we willen doen als we een groot bereik willen hebben. En dat is denk ik ook wat jij doet. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook probeer te doen. Ik hoop dat mensen, als ze dressuur horen, dat ze dan aan mij gaan denken. En inderdaad, daarom ben ik ook zo actief op social media natuurlijk. Ik had het inderdaad al gezien, ja. En we gaan nu dus ook een paar tips doornemen. Dus eigenlijk voor alle verenigingen en stichtingen dat ook te kunnen doen. En de eerste tip is eigenlijk, content is key. Dus het is heel belangrijk om goede content te hebben. Daar kun je natuurlijk wel gelijk een aantal richtlijnen van doen. Dat je zegt, ik moet altijd dit hebben, zus hebben, zo hebben. Maar het belangrijkste is gewoon doen en gewoon proberen. Jij vlogt ook. Volgens mij is het ook gewoon doen en af en toe gewoon een keer opnieuw doen. Zeker, zeker. En ook gewoon ook aan beginnen. Niet twijfelen of dat je denkt dat het niet goed genoeg is. Of juist het natuurlijke dat je een mens bent, dat maakt het zo leuk voor mensen om het eigenlijk te volgen. Ja. En dan ook met een bepaalde frequentie, hè? Dat je het niet vandaag een keer doet, over 2 maanden, over 1 jaar. Want dan denken mensen ook, nou, die zie ik ook maar af en toe voorbij flodderen. Jij doet het best wel vaak. Ja, inderdaad. Ik hou zeker ook rekening met die continuïteit. Dat mensen weten dat er iedere week een video van mij online komt. En dat ze daardoor gaan ze ook volgen, als het ware. En anders dan hebben ze natuurlijk ook niks om te volgen als jij maar af en toe voorbij komt. Ja, precies. Gebruik je ook verschillende contentvormen? Dat je vlogt... Andere Q&A's? Ik heb YouTube, Instagram en Facebook. En eigenlijk alle drie gebruik ik wel wat verschillende vormen. YouTube is natuurlijk vlogs en kijken de mensen echt een kijkje in mijn leven als internationaal Amazone. Instagram is meer beleving delen, nieuwe setjes die we hebben van kleding of... Gewoon sfeer en hoe wij met de paarden omgaan en de liefde die we erin steken, dat soort dingen. En Facebook hangt daar een beetje aan vast, maar is ook wel iets meer inderdaad met wedstrijdverslagen en daar gaat daar wel wat meer op in, zeg maar. Ja. Ja, eigenlijk leg je tip 2 al uit, dat je eigenlijk per kanaal eigenlijk weer een andere contentvorm hebt, hè. Aan de hand van de donut kun je dat heel makkelijk uitleggen. Op Instagram is het kijk mijn mooie donut. Op LinkedIn is het een van mijn vaardigheden is een donut eten. En op Twitter is het ik eet nu een donut. En op Facebook is het ik hou van donuts. Dus aan de hand van de donut kun je best wel relatief eenvoudig uitleggen dat je verschillende kanalen, verschillende contentvormen hebt. Per kanaal heb je ook een aantal statistieken. Kijk jij daar wel eens naar hoe eigenlijk een bepaalde post het doet ten opzichte van een ander? Ja, ik vind Instagram daar eigenlijk het makkelijkst voor. Die is het duidelijkst voor mijn gevoel. En inderdaad... Op je mobiel. Even, ja, ja, precies. Ja, Facebook heeft ook wel inderdaad de statistieken, maar die vind ik wat moeilijker uit te lezen. Maar ik hou dat zeker in de gaten, want het is zeker belangrijk om te zien wat jouw doelgroep is. En welke dag ze zelfs het meest actief zijn en op welk uur. Welk moment het gunstigst is om te posten. Precies, ja. Dus daar hou ik zeker allemaal in de gaten. En daar weet ik ook het een en ander natuurlijk vanaf. Dus, ja, ideaal. Dat content op het juiste moment plaatsen is ook wel heel belangrijk. Heb je wel eens livestream gebruikt? Dus een beetje nieuwere content? Ja, dat deed ik eigenlijk al 4 jaar geleden op YouTube. Vond ik dat altijd leuk. Nee, maar ik deed het juist 4 jaar geleden toen ik begon. Vaker dan nu, omdat ik denk, ja, op YouTube vind ik het... Toen kwam eigenlijk Instagram. En op Instagram live gaan is makkelijker om direct met je volgers. Dan kan je, ja, ik weet niet, daar gaat het sneller of zo. Ik denk, ja. YouTube is dan wat ouderwetse daarin. Dus die gebruik ik eigenlijk niet meer zo. Maar Instagram wel. Die heeft dat eigenlijk een beetje overgenomen. Ja, dat kun je lekker ook mobiel makkelijker doen. Precies. Hè? YouTube is best wel technischer. Dat, ja. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Als jouw volgers op jou reageren, hè, ga jij meteen gesprekken aan? Reageer je ook op hen? Of...
als ik een korte vraag op Instagram bijvoorbeeld of Facebook voorbij zie komen, dan probeer ik daar altijd wel snel op te reageren. Want dat is natuurlijk ook leuk voor die mensen dat ik zie dat hun reactie gelezen wordt. Want daardoor krijg je natuurlijk ook meer betrokkenheid. Maar de echte uitgebreide vragen, die doe ik wel in Q&A's en dat soort dingen. Zodat je ook wel echt een soort, in plaats van een verhaal te typen, dat je er ook weer meer gevoel in kan leggen en beter antwoord kan geven op de antwoorden of op de vragen die de mensen stellen. Dus ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk om die betrokkenheid ook te verhogen, zeg maar. En je hebt ook 80.000 volgers op Instagram, geloof ik. Ja, dus ja, dat klopt. Zijn er nogal wat vragen die op jou moet kunnen worden. Ja, dat is zeker waar. Nou, dat is eigenlijk tip 3. Hè? Het is wel heel belangrijk om ook met je publiek te interacteren. Want social media blijft een sociaal medium. Mensen praten met mensen. Een merk gaat meestal niet in gesprek met mensen. Dus dat maakt het juist op social media belangrijk om ook te reageren. En dat is vooral ook belangrijk vanwege het algoritme. Op het moment dat je iets plaatst, wil het niet zeggen dat het chronologisch direct in de tijdlijn komt. Maar dat door het interacteren erop, maak je er eigenlijk gebruik van dat het bereik groter wordt. En dat is ook wat jij doet, hè? Iemand stelt je vraag, je reageert erop. Dat zien ook het netwerk van hen zien het weer. Dus eigenlijk wordt je bereik alleen maar groter door die interactie aan te gaan. Ja. En hashtags, plaats jij die ook? Ja, ik gebruik hashtags voor die relevant zijn voor de foto. Dus eigenlijk alles wat er te zien is op de foto. En dan wel pak ik wel die het meeste bereik hebben. Dus bij ons is dat dan horse of horses en horses of Instagram, dat soort dingen. En verder voornamelijk sponsors. Die krijgen dan zeg maar ook hun podium, omdat ook die dingen vaak te zien zijn in de Facebook of de Insta-post of de Facebook-posten. Zoals het hoofdstel of mijn cap. Dat soort dingen. En verder, dat was het denk ik wel zo'n beetje. Ja, wij doen dat ook in onze sponsorovereenkomst van de Rabobank. Soms gewoon vaste hashtags die we dan vragen aan een influencer, want dat ben je dan voor ons. Om die op te nemen, juist ook omdat het ons bereik kan vergroten. Want als jij plaatst met een vaste hashtag, dan weten we dat we in jouw netwerk bereiken. Plus nog het netwerk wat achter die hashtag zit. Dus dat maakt het voor ons heel relevant om die hashtags te gebruiken. En ook op LinkedIn kun je heel eenvoudig zien, zoek op hashtags, welke volgers zitten erachter. En dat maakt al dat je met die hashtags heel makkelijk je bereik kan vergroten. We zien gewoon dat je 12,6% meer bereik hebt op het moment dat je bij een post hashtags gebruikt. Wat handig is, als je niet zeker weet of je bent nog beginnend met hashtags, goh, welk past er nou eigenlijk bij mijn post? Dan heb je Tag Finder en die kan je relatief eenvoudig laten zien welke hashtag past nou bij mijn post. Gebruik jij jouw naam als hashtag? Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk gek. Als mensen dus volgens van mij dan iets delen over mij, dan doen zij dat wel. Maar ik gebruik eigenlijk mezelf helemaal niet als hashtag. Nou, ik heb gekeken. Er is één iemand die het wel gedaan heeft. Die jou als hashtag gebruikt heeft. Oh, ja? Dus het op zich, in principe is jouw naam gewoon een merk aan zich. Ja. Dus je kan er prima een hashtag van gebruiken. En als mensen dan wat willen plaatsen en ze willen jou erin noemen, kunnen ze jou ook een hashtag noemen. Ja, duidelijk. Dus op zich, voor merken, ja, wij hebben ook een vaste hashtag. Rabobank, de coöperatieve Rabobank. Heel veel merken hebben eigenlijk. Dus voor een verenigingsstichting, ja, gebruik ook je eigen merk als hashtag. Tag jij wel sponsors? Dat zit denk ik ook wel eens in die overeenkomst, hè? Ja, ik tag die eigenlijk ook omdat je ziet ze in het beeld vaak bij mij. En inderdaad, als je bijvoorbeeld het voer wat in het paard zit, dat tag ik dan het paard of ons vrachtwagentje. Die doe ik eigenlijk altijd ergens op de achtergrond, maar die, ja, omdat die er eigenlijk altijd een soort van is. En maar ik tag ze zeker wel, dus dat is eigenlijk ook wel vaak de afspraak hoor, dus hashtags en tags. En dan kunnen ook mensen, als ze dan zeg maar details willen weten van jouw Insta-post, voornamelijk heb ik het dan wel over Insta, want dat kan volgens mij niet op Facebook, dan zie je gewoon als je erop klikt, precies alles wat je draagt is zeg maar met een merk benoemd. Dus dat is wel ook heel effectief voor sponsors. Ja, zeker. Ja, dat is precies ook wat, dat is eigenlijk tip 5. Zorg gewoon dat wij jou taggen en jij ons. Want dat maakt gewoon dat we elkaars netwerk ook weer gebruiken. Een beetje hetzelfde met de hashtag. Zorg gewoon dat je de ander tagt in je verhaal. Laat zien dat je die partnerships hebt. Hè. Ook die samenwerking is gewoon heel goed. Maar wat ik vooral eigenlijk bij tip 5 wil vertellen is dat je medewerkers, jij als lid van een vereniging of van een manege, ik denk best waar jij bent geweest, waar jij een manege getagd hebt, dat kinderen hebben gedacht, oh, dan moet ik ook heen, want dat is een goede manege, want zij is nu echt wel Amazone, dat wil ik ook. Dus gebruik ook vooral de kracht van je leden, van je vereniging, want juist het verbindende, voor mij ook, mijn sport is een beetje mijn tweede thuis, ik praat er echt super vol met passie over, jij waarschijnlijk ook over de paardensport.
mensen denken, oh, dat wil ik ook, weet je, hoe gaaf. En ik denk juist, doordat wij het als tweede thuis voelen, hè, dat iedereen je daar kent, dat je denkt, ja, dat moet ik ook. En dat maakt ons fantastische ambassadeurs. Dus vooral tip 5, laat ook gewoon anderen voor je spreken, want dan heb je een soort pay-it-forward principe. Als ik het aan 3 mensen vertel en die vertelt aan 3 mensen en het is allemaal vol overtuiging dat de sport fantastisch is, dan kan het alleen maar goed voor je merk werken. Dat waren eigenlijk een beetje onze 5 tips. Wil jij nou meer weten? Neem dan zeker een kijkje bij de andere 4 video's. Of ga naar nocnsf.nl/RaboClubSport. Doei doei! Doeg!